Voordat deze video begint wil ik jullie eerst even wat vertellen. Want de GoPro heeft de video's op een of andere manier niet opgeslagen. Er waren echt wel video's, maar die zijn weg. En ik heb een nieuwe telefoon en daarom zijn de andere vlogs wat ik op mijn telefoon gemaakt heb, zijn ook weg. Heel handig. En daarom zijn er dus heel lang geen video's meer online gekomen, omdat ik probeerde dat op te lossen. Jammer genoeg is het niet gelukt. Dus ja, dat Cuba, dat gaat nu allemaal weg. Binnenkort ga ik op vakantie naar Frankrijk en even in Nederland. Dus daar ga ik dan opnieuw video's maken. En die komen, als het goed is, wel online. Want ja, ik krijg niet nog even een nieuwe telefoon. En nou, de GoPro, ik probeer natuurlijk weer mee op te nemen, omdat we ook een zwembad erbij hebben. Geniet voor de rest van deze video. Ik hoop dat jullie dat alsnog leuk vinden. En veel kijkplezier! Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. In deze video ben ik samen met Mark. En voor de mensen die het niet weten, Mark is mijn broertje. In deze video gaan we de milkshake / smoothies challenge doen. En daarvoor hebben we die en deze. We hebben maar één van die, dus Mark mag daar zijn spul in doen en ik doe het hierin. En we hebben nog twee schaaltjes. In deze schaaltje zit zeg maar de yoghurtmelk of ijs. En in dat schaaltje zitten nog meer ingrediënten wat we erin kunnen doen. Dus we gaan als eerst beginnen met deze. Dus op steenpapier schaar hoe je mag beginnen. Oké. Okay. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Oké, okay, ik ga beginnen. Ik pak deze. Ik heb yoghurt. En nu mag Mark nog. Ik hou deze er wel in, want anders hebben we niet te veel. Ik heb ijs. Dus dat gaan we nu even pakken. Oké, ik ga als eerste yoghurt erin doen. Het is voor één persoon, dus er hoeft in principe niet heel veel in. Oké, ik heb er gewoon een bodempje in gedaan. Kijk. Oh, ik weet niet of je het heel goed ziet. Wacht. Er zit dus echt een bodempje in. Ik heb het ijs opgehaald. En Mark zei al, hij wil het liefste ijs. Want wij hebben ook meestal met ijs en soms met yoghurt. Dus ik vind het niet heel erg. Ik vind het beter dan melk, want ik vind melk vies. Soepel. Oké, we hebben nu al onze dingen erin. En dan gaan we nu... Ja, hij heeft dat erin. Dan gaan we nu door met deze ingrediënten. Er zitten niet hele lekkere in, bijvoorbeeld kaneel of suiker, maar we gebruiken, je kunt het erin doen, zeg maar. Maar kaneel gebruiken wij nooit om erin te doen. Dus gaan we weer steenpapier schaar of we beginnen? Okay. Steenpapier schaar. Jij mag weer beginnen. Oké, okay, ik ga deze pakken. Oh shit. Ik zag het al. Het is komkommer. Ik weet niet of het lekker is hierin. Maar oké, okay, nu mag je hem pakken. Nu leggen we hem wel opzij, want hier zitten genoeg dingen in. We doen drie beurten, denk ik. Ik heb appel. Dat is denk ik wel lekker. Ja, geen idee. We hebben eigenlijk nooit komkommer of appel erin. We hebben wel eens banaan of aardbei, maar dit is allemaal nieuw. We gaan dit ook even pakken. Oké, okay, Mark snijdt nu even de appel. En dan doe ik zo de komkommer erin. Deze was bijna op, dus ik doe het achterstukje, haal ik er nog wel af, want dat is een beetje vies. Maar ik heb niet de hele appel, want dat is best wel veel. Ga je het erin doen? Nee, ik doe alles nog een keer door de helft. Oké, okay, dat kan ook. Schiet op. Sorry. Oké, okay, dit is ongeveer. Ik doe dit er ongeveer in. Is dit genoeg, denk je? Ja. Of moet er nog meer in?
Oké, ik ga het jullie weer even laten zien. Ik heb dit erin. Je ziet het echt slecht. Nou, ik weet niet of je het ziet, maar er zit dus een klein beetje in. Het ziet er trouwens best wel vies uit. Ik ben er achter gekomen. Jouw zie je denk ik wel beter. Ja. Ik doe er nog een klein beetje in. Jij hebt ook zo ziet het voor mij eruit. Nou. Nou. Een beetje. Hier. Ah! Is dat in de pomp gevallen? Ja. Oké. Okay. We gaan door met de volgende ronde. Ik pak weer, want jij is laat. Ik ga voor groen vandaag, want ik heb nu druiven. Ja, jij. Ik heb rode bessen. Nou, wat lekker. Oké, de druiven zijn gewoon groene druiven voor mij en rode bessen. Dat zijn deze. Ze zijn al gewassen, alleen ze zijn heel zuur. De sterke dus mee. Ik doe ze er gewoon allemaal in. Dan is het op. Zo, lekker dik jongens. Oké, ik ben alweer klaar. Ja, jij ook twee scheffen, hè? Oké, kijk. Dit waren nog drie scheffen. Dit zit er dus in. Ik pak ook even een lepel voor mij. Bij mij zit dit er nu in. Ook al zie je het heel slecht. Ja, ik weet niet of je het goed kan. Ik mix dit even, dat vind ik leuk. Ik ook, dat vind ik ook leuk. Maar mijn ijs is onderhand al koud. Koud, het was al koud. Ja, warm. Gesmolten. Oké. Okay. Ja, dit ziet er lekker uit. Wat lekker. Oké, ik ga door. En ik pak deze. Wacht even, hebben we hem niet open. Kaneel. Kan lekker zijn. Ja. Ik heb aardbei. Shit, die wou in. Oké, we hebben aardbei en kaneel. Gaat goed. Dit is vastgevroren. Ja, we hebben zeg maar aardbeien uit de vriezer. Ik doe er een beetje in, want ik weet niet hoe lekker dat het is. Nee, ze zijn knoeterhard. Lekker. Zo goed? Ja, hè? Ja. Oh, oh dat ruikt. Oké, kijk. Het zit ook wel op mijn hoofd. Ah, koud. Ik hoop dat het lekker is, want ik heb zo'n gekke combinatie wat ik nog nooit heb gehad. Eigenlijk paste de kaneel beter bij Mark, maar Mark heeft ook appel. En appel met kaneel is lekkerder. De ruikt hier in één keer naar kaneel. Mijn ziet er nu zo uit. Ja. We gaan nu door naar de laatste ronde. Er zit volgens mij nog mosterd, banaan en suiker in. De suiker is misschien voor jou wel handig, want ja. Het is best zuur, denk ik. Dus ja, gaan we even grabbelen. Oh nee, wat heb ik? Nee. Rip. Ik heb de suiker, dus voor hem wordt het zuur. Of je hebt banaan of je hebt mosterd. Dus ja, Mark pakt ook even een. Ik heb banaan. Jee. Zit er eigenlijk wel mosterd tussen? Ja, volgens mij wel. Oh ja. Oké, ik doe er een klein beetje suiker in. Lekker. En ik sloop mijn banaan. Zo. Zo. Ziet er mooi uit. Wauw. Ik vind het ook zo lekker sarcastisch. Ik stouw er gewoon een halve banaan in. Ik zal... Oké, ik ga niet door stukjes. Ik ga even zelf in de stukjes. Ja. Dus Maak zijn gaat als eerst op dat ding. Hij
Hij wil er niet doorheen komen, omdat er niet echt iets vloeibaars in zit. Dus Mark doet er even wat melk in. Het is eigenlijk bijna vuil spelen, maar ja, anders komen we er niet doorheen. Ja. Je kunt het ook gewoon door het bovenste gaatje doen. Ja, maar hij zit toch tot de rand toe vol? Oh ja. Ik zou niet te veel doen. Goed zo. Nou, nog een keer. Hij zit er niet goed op. Gewisseld, want die andere camera was leeg. We hebben deze beker, maar zijn is lek, daarom staat het op mijn schaaltje. Dus doe het erin. Zo ziet het eruit. Helemaal rood. Hij is helemaal vol. Het was precies. Oh. Oké. Maar dit is Mark zijn. En nu moeten we mijn nog even mixen. Dus deze spoelen we even om. En dan komen we bij jullie terug. Mijn er even in. Ik denk trouwens dat hier nog wat een beetje meer yoghurt in moet. Want het is de druiven en de komkommer overheersen. Hij ligt daar. We zetten wel wat aardbeidsplatter neer, maar geen. Ja. Goed zo. Maar we moeten het wel weten. Ja. Nu doen we mijn erin. Mijn is dus groen, dus die kan eigenlijk beter in zijn. Maar oké. Deze moet wel even af. Maar ik denk dat mijn minder ver komt. Mijn is echt... Oh nee, komt ook nog ver. Een beetje minder. Beetje minder. Ach ja. Het ruikt naar druiven. Maar mijn lijkt niet als het goed is. Oké, we gaan proeven. Ben je benieuwd? Ja. Ik ook. Oké, ja. Ja? Hij komt niet. Oh. Mijn proef veel naar aardbei. Heel veel. Serieus. Je proeft naar kaneel. Ja, wat lekkerder. Ja. Mijn is dat, zeg maar. Dat. Hij vindt heel vies, maar je proeft eigenlijk geen komkommer of druiven. Nou, het vel van de druiven wel. Ja. Maar jou is lekkerder. Ja. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan een dikke duim omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal. Zet wat leuks in de reacties wat wij misschien ook nog moeten doen. Misschien met mijn broertje of misschien met iemand anders. Maakt mij niks uit. En ja, tot de volgende keer. Doei! Doei!